Het landschap in Zuidoost-Friesland is gevarieerd en heeft veel kwaliteiten. De combinatie van hoog- en laaggelegen gebieden is hierbij heel kenmerkend. Drie eeuwenoude beekdalen verbinden deze gebieden met elkaar en met de vervelingsgebieden die ernaast liggen. Met de regiodeal Zuidoost-Friesland geven we een stevige impuls aan de Zuidoosthoek van Friesland. We kijken daarbij naar vitale dorpen, een veerkrachtig landschap en de verbindende thema's duurzaamheid en recreatie en toerisme. We maken het Beekdal klimaatbestendig. Dus water krijgt hier meer de ruimte. Zowel op de flanken in de bestaande natuur als rondom de beek. En dus zijn we bezig met leefbaarheid, recreatie en toerisme in dit gebied. In deze video laten we een aantal projecten zien over deze gebiedsontwikkeling. In deze projecten brengen we oorspronkelijke kronkelingen in beekdalen terug en leggen we waterberging en recreatieve voorzieningen aan. Daarnaast realiseren we extra natuur voor het Natuurnetwerk Nederland. In de Lindenvallei stroomt de Linde. En daar is de gebiedsontwikkeling vooral gericht op het versterken van de natuur. Iemand die hier veel van weet is Wim Plekkepol. Het landschap, ja, daar zijn wij als gebiedscommissie Beekdal-Linde al sinds het begin van deze eeuw mee bezig. En om gebruik te maken van de gelden van de regiodeal hebben wij twee zogenaamde projecten aangemeld. Eén daarvan is de meestromende polder Eikenverlaat. En dan heb je, en daar staan we hier prachtig voor, in de verte het fietspad dat wij samen met de gemeente gaan opknappen. Het loopt van hier naar de A32. En het nieuwe fietspad, wat de gemeente al heeft gerealiseerd, loopt verder helemaal naar Driewegsluis. En dat is de poort van Friesland, waar recreatief varend uit Overijssel je Friesland binnenkomt. In de Oude Venen zorgt gebiedsontwikkeling voor een goede balans tussen natuur, landbouw, water en recreatie. Zo wordt het rietland natter gemaakt voor een betere rietgroei en wordt de polder ingericht als vogelparadijs. In dit gebied is er ook steeds meer behoefte aan ruimte voor land- en waterrecreatie. Daarom is het plan om het gebied verkeersveiliger te maken voor wandelaars en fietsers. Goed voor de natuur en recreatie. Een andere belangrijke stroom in dit gebied is de beek Oudjip. Rondom deze beek wordt namelijk 500 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. Het resultaat? Meer biodiversiteit en een klimaatbestendig beekdal. Ja, dat brengt natuurlijk elkaar met elkaar in verbinding. Hè. Men kan vanaf het fietspad kan men de aangelegde natuur zeg maar, goed beleven. En dat zie je natuurlijk ook in coronatijd, dat mensen veel de natuur opzoeken om gewoon te genieten van buiten zijn. Al deze projecten, waarin gebiedsontwikkeling centraal staat, zorgen niet alleen voor een verbetering voor de natuur, maar ook voor de leefbaarheid. Door de regiodeal is er een versnelling mogelijk van deze verbetering, waardoor de economische groei een boost krijgt in deze gebieden. Bijvoorbeeld in het gebied tussen de Oude Venen en Drachten. Met de integrale gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren wordt hier de relatie tussen stad en water versterkt. Zo wordt er bij Oudega een nieuw meer aangelegd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor natuur en recreatie. Daarnaast draagt een nieuw waterfront met de fietspont bij Drachten bij aan de recreatiemogelijkheden dicht bij de stad. Ons landschap is van grote waarde voor onze inwoners. Maar staat ook onder druk. In een veerkrachtig landschap is er balans tussen natuurwaarde en toegankelijkheid? Helpt het om water vast te houden bij droogte en water tijdelijk op te slaan als het veel regent? En geeft het ruimte aan recreatie en toerisme en duurzame landbouw? Kortom, een veerkrachtig landschap wordt niet uitgeput, maar verantwoord benut. Al deze maatregelen versterken ons landschap en dragen zo bij aan het welzijn van onze inwoners.